Heb jij al altijd zo heel graag jouw attracties zelf willen laten animeren, zoals deze hier achter mij? Ik zal het jullie vandaag laten zien met deze plugin tutorial. Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe plugin tutorial. Vandaag ben ik hier met de plugin of een update van de plugin Twinecards. Deze plugin is al een plugin die ik al heel veel keer heb gedaan. Maar vandaag ben ik hier met de update en dat heeft iets te maken met animaties. Vanaf nu kan je je attracties zelf gaan animeren. En ik ga het jullie vandaag gaan uitleggen hoe dat je dat eventueel kunt gaan doen. Nu wat je als eerste moet doen is heel eenvoudig hier op het download en knopje klikken via de eerste link hieronder in de beschrijving. En als je naar onder gaat scrollen, moet je ook BK Common Lab gaan afhalen. BK Common Lab, linkje staat er ook onder in de beschrijving. Bij deze video ga ik ook de texture pack of de research pack gaan gebruiken die zij gebruiken. Dus die ga ik ook gaan gebruiken vandaag in mijn video om deze tutorial te gaan doen. Dus als je deze hebt gedownload, dan kan je deze in je plugins folder gaan plaatsen. Ik zelf speel een versie 1.13.2. Oké, deze video ga ik gaan opsplitsen in twee verschillende delen. Het eerste gedeelte ga ik het gaan hebben over het animatiegedoe. Dus ga ik gewoon de basisuitleg gaan geven en ga ik het vrij makkelijk gaan houden. Maar in het tweede gedeelte ga ik jullie gaan uitleggen hoe dat je zelf een volledige attractie kunt gaan animeren. Dus die twee gedeeltes komen vandaag in deze video. Maar voordat ik ga beginnen wil ik wel iets aan jullie gaan vragen. En het heeft iets te maken met de Attachment Editor. Ik vraag aan jullie dat jullie al kennis moeten hebben van de Attachment Editor. Geen paniek als je er nog geen kennis van hebt, want ik heb er zelf al ooit een video over gemaakt in deze video met 20 minuten lang een volledige uitleg over hoe deze volledige attachment editor werkt. Dus als je dit nog niet kent, kijk dan eerst naar deze video en kom dan daarna terug. Oké, we gaan eens een keertje gaan beginnen met het makkelijkste gedeelte en we gaan als eerste onze attachment editor gaan binnenhalen. Als je de vorige video hebt gevolgd, die ik daar juist heb laten zien, dan heb je deze attachment editor al. Heb je deze nog niet, dan kan je het volgende doen met slash twain en dan attachments. Met slash twain attachments, dan kunnen we deze editor gaan binnenhalen en hebben deze in onze handen. Vervolgens gaan we een minecar gaan neerplaatsen op onze Twain Station. Dus ik hoop dat jullie al iets of wat kennis hebben van heel traincardsgedoe, zodat je de bordjes al een beetje kent. En dan hebben we ons minecar neergezet. Dat betekent ook dat onze attachment editor al gaat werken. Als eerste ga ik onze appearance gaan aanpassen naar een item. En ik heb de texture pack afgehaald, wat betekent dat ik als ik hier naar onder ga scrollen, met behulp van onze golden pickaxe, nummertje 18 is dat normaal gezien, of 17, ik ga 18 nemen, dan hebben we onze treinkar en ik ga deze ook al een beetje hoger zetten. Als jullie mijn vorige video hebben gekeken, dan zouden jullie dit al moeten weten. Oké, kijk eens aan, deze heb ik nu al binnengehaald, maar vervolgens wil ik gaan werken met animaties. Animaties zijn eigenlijk vrij makkelijk, want als we een keertje in ons menu gaan kijken en we gaan naar rechts gaan, dan zien we een tabbladje animation. Bij het tabbladje animation kunnen we animaties gaan toevoegen. Als ik hier op enter ga klikken, komen we in het animatiescherm. En hier kunnen we verschillende animaties gaan maken voor onze trein. Nu, om een animatie te maken, moeten we eerst naar onder gaan en moeten we op het plusje klikken met New Animation. Als we dat doen, geven we deze een naam. Ik ga deze bijvoorbeeld noemen... Kar. Ik weet niet waarom, je geeft het normaal een veel betere naam. Ik noem het eventjes Kar. Standaard zit er al een basisanimatie in. En een basisanimatie kan je afspelen met Play Forwards. En dan zie je dat het karretje bijna 360 graden gaat draaien. Nu, dat wil ik niet. Ik wil dat eigenlijk gaan aanpassen. Dus ik ga naar onder en ik klik op Enter. Dan kunnen we iedere regel gaan aanpassen. En je ziet, iedere keer als ik bij een regel kom, wordt die ook aangepast. Nu, wat ik wil, is als hij op de top hier is, dat hij 180 graden naar links gaat draaien. Maar nu draait hij naar rechts. Dus wat ik ga doen, is als eerste eventjes de laatste verwijderen, want hij draait te ver. Dus we gaan hier op Enter klikken. We gaan helemaal naar boven en we gaan naar Delete, met behulp van jouw pijltjes toetsen waarmee je loopt. We verwijderen deze door op Enter te klikken en dan hebben we alleen nog maar beginnend en dan naar het einde toe. Dus beginnend is goed, maar dat is niet heel goed, dus ik wil dat gaan aanpassen. We zien bij onze ja, dat is de hoek dat hij gaat indraaien, dat hij op 90 staat. Ik klik op Enter, zodat hij wordt gereset en we gaan naar min 90 met behulp van jouw links- en rechter toets om naar links of naar rechts te gaan met jouw mannetje. Wanneer we links of rechts gaan drukken, dan zien we ook dat de kar gaat draaien. En ik wil dat deze 90 graden is, dus we gaan een beetje moeten gokken. Ja, we zitten bijna bij 90.
En we zitten bij 90. Bukken om eruit te gaan. En dan de volgende, die gaat naar 180. Die moet ik op min 180 zetten. Dus resetten met de enter toets. En dan daarna met pijltje links of naar rechts voor de hoeken. De X, Y, Z axis, maar ook de pitch en de yaw en de roll, kan je allemaal standaard aanpassen met behulp van deze editor. En dat is wel fantastisch, want het is helemaal heel handig. Oké, min 180. Oké, we hebben nu al een animatie gemaakt en we kunnen deze eens een keertje gaan testen. Oh, ik ben uit het menu gegaan. Als we gaan kijken bij onze kar en we gaan naar play forward, dan zien we dat ons karretje volledig draait. Play in reverse, dan kunnen we het gaan terugdraaien. De rest leg ik jullie zelfs nog uit. Gaat het voor jou toch ietsjes te snel, dan kunnen we naar configure gaan. En bij configure kunnen we de speed en de delay aanpassen en als het moet gaan loopen. Loopen betekent herhalen. Dat moet hij niet doen en de snelheid kunnen we straks nog aanpassen. Oké, voor mij is dat al goed. We hebben nu al een animatie gemaakt. Maar de animatie moet ook kunnen gaan afspelen. Om een animatie te laten afspelen, moeten we een bordje gaan gebruiken. Ik ben eventjes hier naar boven gekomen en ik ga op deze plaats hier een bordje gaan zetten. Van boven ga ik uitroepteken train zetten of uitroepteken card. Met uitroepteken is deze al geactiveerd. We gaan animate gebruiken. Dat is iets nieuws. Dat is animeren. En hieronder, hierboven bij animate, kunnen we ook nog drie verschillende opties gaan meegeven. We kunnen hier de volgende opties meegeven. Looped, reset en stop. Looped is blijven herhalen, reset is resetten en stop is stoppen. Vervolgens geven we de naam mee en bij mij was dat kar, volgens mij. Ik ben het al vergeten. En dan hieronder kunnen we de snelheid opgeven en de vertraging. Dit staat standaard op 1, maar je kunt er bijvoorbeeld 0,5 en 0,2 opgeven op een vertraging van 0,2 met een snelheid van 0,5. Maar dat ga ik niet gaan doen, ik ga het zo gaan laten. Oké. Dit zou normaal gezien moeten werken. Even kijken als die animatie kar noemde. Ja, die noemde kar. Dus we gaan deze eens een keertje laten starten. Hij gaat normaal gezien naar boven gaan en dan zou hij de animatie moeten gaan doen. En hij doet de animatie en komt terug naar onder. Nu, vanwege dat dit recht naar boven is, is dit niet zo'n heel goede animatie. En dat komt puur omdat het recht naar boven is. We zien nu wel dat het karretje niet meer terugdraait. Dan kan je eventueel een extra animatie gaan bijaanmaken die het karretje terug laat draaien. En dat kan je dan hier gaan bijzetten op dezelfde manier als we daarnet hebben gedaan. En dat is eigenlijk de basis van hoe dat je een animatie maakt. Dat is puur de basis. Nu, in het volgende gedeelte van deze video, ga ik jullie gaan uitleggen hoe dat je dit kunt doen. Als we eventjes een kijkje gaan nemen op de developers en website, dan zien we hier dat we zelfs een reuzenrad kunnen maken. En eventjes later gaan we ook te zien krijgen dat we een attractie volledig kunnen gaan maken. Maar Jens, moet ik hiervoor een volledige 3D-animatie of 3D-modellen gaan maken? Nee, totaal niet. Je kunt alles doen in-game zelf en ik ga jullie vandaag gaan laten zien hoe dat je zo een model kunt gaan maken. Wat ik van plan ben om jullie te laten zien is eigenlijk het volgende. Ik heb hier een attractie gemaakt die volledig kan ronddraaien. Met behulp van deze bordjes kom ik zelfs nog bij de uitleg. Dus deze draaien volledig rond. Maar deze kunnen ook omhoog en omlaag gaan. Zoals je hier kunt zien, omhoog en omlaag. En de karren zelf kunnen ook nog eens apart draaien. Dat kan je allemaal doen en veel meer met deze plugin sinds deze update. Ik heb deze trein eventjes geselecteerd om jullie eventjes vlug een overzicht te geven hoeveel dat hierin zit. Als we gaan kijken naar onze attachment editor zien we een hele hoop dingen. En we zien verschillende armen en we zien verschillende blokjes en allemaal een hele waslijst aan dingetjes die er allemaal in zitten. Het is heel veel en daarom dacht ik, ik ga het jullie eens een beetje uitleggen, zodat je een basiskennis hebt van hoe dat de animator werkt. Oké, laten we eens een keertje beginnen en we starten altijd met een mijnkar om een stukje rail te plaatsen. Als je dat hebt gedaan en je hebt een editor in je hand, dan is deze al automatisch geselecteerd. We gaan als eerste onze blok gaan aanpassen, want we gaan eigenlijk een attractie gaan maken. Dus wat ik ga doen is deze blok gaan aanpassen, niet naar een entity, ook niet naar een item, maar naar een model. Want een model is eigenlijk een map waar we alles in kunnen gaan verzamelen. Dus we hebben nu een model aangemaakt. In dit model komen eigenlijk verschillende blokken in te staan. Het eerste blokje wat hierin komt te staan is eigenlijk het volgende. Dat is een blokje, een item, en dat is ons draaiblokje. Dat blokje wat we daar zien, dat is dat blokje. Dus ik ga als draaiblokje bijvoorbeeld klei nemen. Je kiest maar welke blok dat je neemt. En ik ga deze een beetje hoger zetten in de y-richting, zodat deze wat in de lucht staat. Nu, ik ga dit voor een video gewoon laten zweven. Jullie kunnen dat natuurlijk een heel pakje verbeteren.
Als we dat hebben gedaan, wil ik daar een extra blokje bovenop zetten. Dus wat ik ga doen is eigenlijk als volgende. Ik ga deze eventjes gaan dupliceren door hier naar duplicate te gaan met behulp van het general menu. Hier gaan we de positie ook gaan laten verhogen. Dus we gaan dat omhoog doen. Oké. En ik ga dit wel een ander blokje nemen. Ik ga dit bijvoorbeeld de beacon nemen. Nu, de beacon moet hier ergens tussen staan. Dat is deze. Oké, de beacon. Bij de positie ga ik dit wel gaan aanpassen van head naar S-head, zodat we een kleiner blokje hebben. En we gaan de Y-as naar boven doen. Kijk eens aan, we hebben ons standaard blokjes al klaar. Hierop gaan we gaan beginnen met bouwen. Maar alles moet eigenlijk gaan ronddraaien. Dus ik ga naar onze map gaan. Onze hoofdmap van boven, ons model. Daar gaan we een animatie op doen. Want ieder kind dat erin komt gaat meedraaien. Dus alles onder deze map. Dus als we gaan kijken, dit is de map daaronder, draait mee. Dus we gaan hier naar animatie. We gaan een animatie gaan toevoegen. Ik noem deze draai. En we slaan dat op. En dit is eigenlijk al goed. De standaard animatie is al 360 graden gedraaid. Zoals je dus kunt zien. Dit werkt al volledig. Alle blokjes draaien al mee. Mooi, die animatie werkt al. Oké, dan ga ik hier naar onder. En dan moeten we eigenlijk op deze twee blokjes, eigenlijk op deze blok, moeten we armen gaan toevoegen. Dus we maken een nieuw mapje. General. Dan ga ik add attachment doen, zodat we dieper erin gaan. Hier gaan we verschillende armen gaan toevoegen. Dus hier komt een nieuw mapje. We gaan hierin. Dit wordt model. Oké. Op dit model gaan we een attachment gaan toevoegen. Want hier komen verschillende armen in te staan. Dus dit mapje is eigenlijk ons armmapje. En hier gaan we onze armen in gaan zetten. Nu, onze armen gaan eigenlijk bestaan uit verschillende poortjes en verschillende endwads. Dus hier ga ik een item gaan kiezen en we gaan naar onder. Totdat we bij de poortjes komen. En dat is hier. En ik neem bijvoorbeeld de spruce fence. Dat is mooi. Naar position. We gaan het aanpassen naar S-head, zodat het veel kleiner is. En de ja ga ik aanpassen naar 90 graden, zodat deze 90 graden gedraaid is. Hangt er natuurlijk vanaf met wat je juist bezig bent. Als je wilt zien hoe goed dat je bezig bent, kan je deze eventjes in je offhand zetten, zodat je kunt rondlopen. We gaan er eventjes terug uit, want ik zie dat hij niet goed staat. We gaan naar Z. En we zien dat hij daar tevoorschijn komt. We gaan die ook wat hoger zetten in de blok. En die mag ook in de X-richting een beetje meer naar het midden. Normaal is dat 15. Oké, dit blokje is klaar. En dan gaan we deze kopiëren. General. En dan duplicate. Positie. Z-as helemaal naar deze kant. En een beetje verder. Ik denk dat die zo goed staat. Ja, zo staat hij goed. En dat doen we nog een paar keren. Dus telkens duplicate en verplaatsen. Zo, ik heb nu een arm toegevoegd met 6 deurtjes. Vervolgens moet ik daar ook de endwads aan gaan koppelen. Want dat hoort ook bij een deur. Dus wat ik ga doen, is eventjes terug naar boven. Ik ga hier helemaal naar boven. Ik ga naar general en ik doe add attachment. En dan moeten we wel eventjes helemaal naar onder gaan scrollen. En een nieuw blokje gaan kiezen. Nu, voor dit blokje wil ik een endwad. En die staat normaal redelijk van boven. Ja, hier staat hij, de endwad. Die wil ik gaan gebruiken en we zien dus dat hij hier komt uitgestoken. Dus dat moeten we een beetje gaan aanpassen. We gaan terug naar positie. Ik ga dit gaan aanpassen naar S-head, zodat we een kleiner blokje hebben. E-positie naar boven. We zien dat deze veel te slecht gedraaid is. Dus dit is de wall normaal gezien. Nee, dat is het niet. Enter om te resetten. Dat is het ook niet. Het is de pitch. Ja, het is de pitch. Dus de pitch, de hoek, ga ik een beetje gaan aanpassen naar... neem 37,5. Ja, voor mij is dat goed. En deze natuurlijk naar boven. Dus in de Y-as naar boven. En deze mag ook een stukje verder erin. Ja, kijk eens aan. Dat is goed. Dan gaan we hier ook terug naar general. En gaan we dit gaan duplicaten, zodat we deze heel makkelijk kunnen verplaatsen in de Z-richting. En verder naar onder kunnen laten gaan. Dus dan doen we dat. En naar de Y-richting. En zo gaan we dit ook weer gaan doen, zodat deze geattached is aan dit. Dus eruit gaan en telkens opnieuw duplicate. Zoals gezegd, het is niet heel perfect, maar ik heb het toch redelijk goed gekregen. Oké, we hebben nu eigenlijk al een arm volledig klaar. En als we eventjes naar boven gaan naar het hoofdmapje van onze arm, dit mapje, kunnen we hier eigenlijk een animatie gaan opzetten. Namelijk de animatie van doe de arm omhoog. Dus we gaan de animatie, voeg een animatie toe. Ik ga deze arm noemen en dan is deze geaccepteerd. Hierbij moet ik de animatie, zoals je ziet, wel gaan weghalen. Dus we gaan hier in de laatste, delete, die heb ik niet nodig, die heb ik ook niet nodig. De eerste is goed, die moet zo staan. De tweede, oeh, nee, hij mag niet draaien. Maar hij moet naar boven gaan, dus de ja passen we aan en we doen de pitch naar 20. Oh, naar min 20.
Het is altijd zo een beetje zoeken. Dus we gaan de pitch naar min 20 doen. En dan gaat hij... Oei, min... Dat is ietsjes te hoog. Min 20. En je ziet het dus dat deze arm al naar boven gaat. We gaan hier uit. We kunnen de animatie eventueel eventjes gaan testen. Dus hop. Play forward. Play reverse. Jawel, die animatie werkt. Nu, als we hier gaan kijken naar de allerbovenste map en we starten die animatie, dan gaan we te zien krijgen dat alles nog steeds meedraait en de arm apart werkt. Oké, nu moeten we achter dit stuk van deze arm, moeten we eigenlijk nog een extra blokje gaan toevoegen. General, en dan doen we Add Attachment, of misschien het makkelijker is als je hier naar het poortje gaat en dan hier Duplicate doet. Als we dat doen, dan kunnen we eigenlijk heel makkelijk de positie hiervan aanpassen met de Z-as. Dus dat blokje. We passen daar het blokje van aan naar bijvoorbeeld hout. En dat staat hier ergens van boven, dacht ik. Het maakt op zich niet uit, gewoon een blokje. En dat blokje heb ik genomen en daar pas ik de positie van aan, zodat deze wat mooier staat. Maar ik zie net dat dat S-head is, dat moet head zijn, zodat dat een groter blokje is. Dat mag naar onder. En de Z mag nog ietsjes meer verder. Ja, dat mag nog verder. En de X mag ook gereset worden. Oké, dan is volledig klaar. Oké, nu dat we dit allemaal hebben gedaan, komen we nu aan bij het derde gedeelte. En dat is eigenlijk het bovenste stukje. Dat is eigenlijk dit stukje wat we nog moeten maken. En hoe doen we dat? Dat is eigenlijk vrij simpel. We gaan naar het blokje gaan wat we hier hebben gemaakt. Dit staat eigenlijk niet heel goed, dus wat ik eventjes ga doen is naar General Change Order. Deze eventjes naar onder verplaatsen en hup, die staat naar onder. Bij deze blok ga ik naar General en doe ik Add Attachment. Bij deze gaan we terug een nieuwe map maken, dus we gaan naar Model. Dan ga ik hier terug naar General en doe ik bij Add Attachment. Want hierbij gaan we verschillende armen moeten gaan toevoegen. Of ja, verschillende blokjes eigenlijk. Nu, wat ik als eerste moet doen, is daar een blokje boven zetten. Dat is dit blokje. Dus we gaan dat in de Y-as naar boven doen. En ik zie dat dat een head is, dus dat gaan we veranderen naar S-head. En dat doen we naar boven. Oké. Ja, dat is goed. Dan komt hier eigenlijk onze animatie op. En onze animatie gaan we toevoegen en dat ga ik... Karren noemen. Ik weet niet waarom. En die animatie is eigenlijk ook al goed. Ja, die animatie werkt ook al. Kijk eens aan, alleen op dat blokje. Nu, bij dit blokje moeten verschillende armen gaan komen. Dus eigenlijk, wat je nu gaat hebben, is een beetje uit het beeld dat je eigenlijk nog verschillende onderverdelingen gaat hebben van de verschillende armen. Dus we gaan naar General. We gaan dan hier een Add Attachment gaan doen. En op dit blokje gaan we verschillende armen moeten gaan toevoegen. Wat je eventueel kunt doen om dit toch een beetje te vergemakkelijken, is het blokje wat we net hebben gezet gaan weghalen. Bijvoorbeeld deze verwijderen. En dan eigenlijk het groepje waar onze animatie op staat, daar een blok van maken. Dus dat kan je ook doen. Je hoeft niet specifiek om eigenlijk ja, een model te gaan kiezen. Dus als we dit eventjes gaan doen, is het misschien ietsjes makkelijker. Dan kunnen we eigenlijk veel makkelijker hier onze groepen gaan maken. Dus we voegen hier een attachment toe. En deze attachments zijn telkens mapjes van de verschillende armen. Aan deze attachment gaan we naar General en voegen we een nieuwe attachment toe. Zodat we eigenlijk zo goed als uit het scherm zijn. Hier gaan we de verschillende armen gaan toevoegen. Dus ik ga de blok gaan aanpassen naar de nieuwe door. Fence moet ik zeggen, niet een door. En als we die fence hebben genomen, kunnen we deze gaan verplaatsen. Deze ga ik ook weer een S-head van maken. En deze moet niet in de Y, maar wel in de Z-richting naar uitkomen. En die moet in de Y-richting 90 graden draaien. En in de X-richting kunnen we deze ook nog wat aanpassen. En dan kunnen we eigenlijk hier, net hetzelfde als daarvoor, naar General gaan, duplicate en deze dan telkens gaan verplaatsen. Ja, ik weet het, het staat misschien een beetje heel gek in het beeld. En dat komt omdat je soms met zoveel mappen moet gaan werken, waardoor het niet echt overzichtelijk wordt. En nogmaals, dit is hoe ik het heb gedaan. Je kan het ook zonder deze mappen allemaal doen. Oké, General, Duplicate en dan deze ook even verplaatsen. Ik ga eventjes voor deze video nog maar 3 stukjes armor bijpakken. Oké, als we dat hebben gedaan, dan kan je hier ook een kar op toevoegen. Dus we gaan naar onder naar General, Add Attachment. Oh, dat is fout. General en Duplicate. En dan kunnen we hier een kar gaan toevoegen. En dat was namelijk, als we dat er juist hebben gevolgd, dat was mijn pickaxe nummer 17 bijvoorbeeld. En deze gaan we naar boven doen, zodat deze in de Y-richting veel beter staat.
En ik denk dat ik die ook veel meer nog moet gaan verplaatsen. Ja, deze moet nog inderdaad veel meer verplaatst worden in de X-richting. En nog wat je normaal nog moet doen, zijn alle zetels plaatsen. Maar dat ga ik eventjes niet doen. Om het wat makkelijker te maken voor ons, kunnen we naar het mapje gaan. En dan kunnen we hier naar General Position, of ja, naar General gaan. En dan kunnen we Duplicate gebruiken. Dan ga je het volledige mapje kopiëren met die arm. Dan gaan we naar positie. En dan kunnen we de ja 90 graden omdraaien. Of ja, 180 graden op dit moment. En dan ga je te zien krijgen dat we eigenlijk een tweede arm hebben. Dat zoals je daar ziet, met al een karretje op. Dus we hebben nu eigenlijk heel makkelijk dat gemaakt. We gaan naar 180 graden. En dan zie je dus dat we nu al twee karretjes erop hebben gezet op een vrij korte tijd. We kunnen de animaties een keertje gaan proberen. Dus we gaan naar het hoofdblokje, animatie, karren. En dan als we naar forward gaan, dan krijgen we dit te zien. Natuurlijk wel veel te snel, maar maakt op zich niet uit. Nu werkt eigenlijk alles. Als we volledig uit onze volledige animatie gaan, we gaan helemaal naar boven, naar animatie en we gaan naar draai, dan gaan we te zien krijgen dat alles meedraait. Oké, nu kan je heel makkelijk volledig naar boven gaan, het hoofdmapje hier gaan nemen, naar General, Duplicate en deze gewoon de jouw positie volledig gaan verdraaien. En dan heb je eigenlijk jouw armen. Je moet maar één keer een armpje maken en dan kan je de meerdere armen gewoon kopiëren en gaan plakken. En ik ga deze eventjes rond de 90 graden zetten. Dus maar voor een video. En nu kunnen we ook met behulp van bordjes deze bedienen. Voordat we dit gaan doen, ben ik eigenlijk iets heel belangrijks vergeten. Sla op tijd jouw dingen op. Dus doe af en toe dit eens een keertje. Train safe en dan een bepaalde naam. Bijvoorbeeld YouTube. Dan gaat hij die gaan opslaan. En kan je deze treinkar altijd terughalen met behulp van het volgende bordje. Ik zal het eventjes hier laten zien, want ik had het niet echt helemaal klaargemaakt. Met bijvoorbeeld train spawn en dan de naam ervan. Let op dat je wel genoeg rails hebt staan. Zo kan je deze terug opnieuw binnenhalen. Maar ik wil deze nu gaan bedienen met behulp van een bordje en daarvoor moeten we eerst een naam zetten voor deze kar. En dan doen we als volgende met train set name en ik ga deze bijvoorbeeld YouTube noemen. Deze noemt nu YouTube. Dat betekent dat we deze met behulp van bordjes kunnen gaan animeren. Dus als ik hier eventjes een paar bordjes ga zetten en ik zet hier een paar knopjes, dan kunnen ze een keertje de animatie gaan laten starten. Dat doen we met train. Dan de naam die we net hebben gegeven. Animate loop, zodat hij blijft herhalen. Welke animatie? Dat was volgens mij draai, dacht ik. En de snelheid bijvoorbeeld op 0,2. Oké, ik heb dat aangeduid en we klikken op de knop. We zien, die animatie werkt al. De volgende animatie was die arm. En die had ik arm, letterlijk en figuurlijk arm genoemd. Dus als we dat een keertje gaan bekijken, dat is net op dezelfde manier. We doen hier train. Dan de naam, animate, loop, arm en bijvoorbeeld 0,15. En als we dat gaan doen, gaan de armen ook gaan bewegen op een heel traag pitje. En die laatste kan je net op dezelfde manier doen, kan je ook met dat gaan doen. En dat was karren, dacht ik. Ja, dat was namelijk karren. Het bordje heb ik dan zo gedaan. En zo zie je dus, zo heb je eigenlijk al een attractie gemaakt die een beetje in elkaar spint. En als je het wilt laten stoppen, dan moet je heel eenvoudig dit gewoon doen. Met dezelfde manier, alleen met animate stop en dan stopt deze. En als je dan ook nog met negatieve waarden gaat gebruiken, gaan ze in de andere richting gaan. En zo kan je dan eigenlijk heel makkelijk een geanimeerde attractie zelf maken. Maar dan zijn we dus op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve een duimpje mocht te doen. Raak een keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker alvast niet dat belicoontje een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's dan aankomen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!